typische bereisteek. Wat heb je nodig? Garen en een Tunische haaknaald, maat 6,5 mm. Als je garen, maat 4 mm adviesgaren is. Ik heb hier eentje met een lange koord aan. Ik ga dat niet allemaal nodig hebben. Dus als je gewoon een Tunische haaknaald hebt tot hier, kun je die gebruiken. Als je een gewone haaknaald hebt, kan ook. Dan zul je op een kort stukje moeten gaan haken. Als je echt lange stukken wilt haken, adviseer ik je een haaknaald te nemen. Een Tunische haaknaald met een koord eraan. Ik heb nu gewoon een bamboe naald. Ik vind dat erg prettig werken. Tunische breisteek. Dat zijn die V-steekjes die je altijd in breiwerk ziet. Die kan je ook met Tunisch haken maken. Ik ga het je al laten zien. We gaan eerst beginnen met een lus te maken. Het maakt in deze niet uit hoeveel steken je opzet. Dus ik ga gewoon een stukje haken, een klein stukje, en ik ga het jullie laten zien. Dan ga je eerst een ketting maken. Losjes haken, niet te strak. Zo. Eens even kijken. Zo. Tot hier ongeveer. Hoeveel steken heb ik opgezet? 2, 4, 6, 8, 10. Dan gaan we eerst de basis maken. Dus een Tunische basissteek. Een simpel stitch. Deze lus telt als nummer 1. Dat is in alle toeren. Dan gaan we de eerste steek overslaan en de tweede steek gaan we haken. Maar wat ik doe is aan de achterkant zie je een klein dwarsbalkje en daar ga ik onderdoor haken. Pak je de haakdraad om de naald en dan haal je de lus op. Met normaal haken sla je nog een keer om en haal je hem door. Dat doe je nu niet. Je laat die lus op de naald. Dus 1 en dus nummer 2. Ik heb 10 lussen opgezet, 10 lossen opgezet, dus ik moet uiteindelijk 10 lussen op mijn naald hebben. Dus ik ga weer onder dat draadje door, onder één draadje, leg de draad op mijn naald en ik haal hem op. Ik laat hem op de naald. Doe het losjes, niet te strak. Ga ik door naar de volgende. Draad om de naald. En ophalen. Nu heb ik 4 lussen. Weer doorsteken. Draad om de naald. En ophalen. Volgende. Draad om de naald. En ophalen. Steek erna. Draad om de naald. En ophalen. Hier is de volgende. En ophalen. Hier is de volgende. En ophalen. En hier is mijn laatste. Nu heb ik als het goed is 10 lussen. 2, 4, 6, 8 en 10. We willen een recht lapje gaan maken. Dus dan moet je al het eerst door 1 lus halen. Dus wat doe je? Draad om de naald. Haal je hem eerst door 1 lus heen. Nu heb je het zijkantje gemaakt. De eerste steek. Dus nummer 1. Alle steken die nu volgen haal je door 2 lussen heen. Dus je slaat de draad om de naald door de eerste en door de tweede. Dat is nummer 2. Draad om de naald door de eerste en door de tweede. Dat is nummer 3. Draad om de naald door de eerste en door de tweede. Draad om de naald door de eerste en door de tweede. Nou, zo ga je dus door tot je nog maar 1 lus op de naald hebt. Dus weer draad om de naald, door 1 en nummer 2. Draad om de naald, door 1 en door 2. Draad om de naald, door 1 en door 2. Draad om de naald, door 1 en door 2. En de laatste, draad om de naald, door 1 en door 2. Wat je nu ziet zijn allemaal verticale balkjes. Hier heb je er 1, nummer 2, nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En de laatste is nummer 10. Met Tunisch haken, als je recht omhoog gaat, de eerste lus hier, die sla je over, want die heb je hier al op je naald. Ik ga nu beginnen met een Tunische breisteek te maken. Als je goed kijkt, zie je dat deze hier achterlangs loopt. Hier is het achterste stukje van de steek en hier is het voorste stukje van de steek. Daar precies tussendoor steek je door naar achter met je haaknaald. Dus je doet hetzelfde als daarnet, alleen nu ga je tussen die twee pootjes door, voorste en de achterste. Dus je pakt je haaknaald, hier is de voorste, en dan steek je hem door naar achter. Pak je draad om de naald en dan haal je hem terug naar voren. En dan zie je al een V'tje vormen. Laat de lus weer op je naald, dan ga je naar de volgende. Hier is die.
ga je van voor naar achter door. Pak je draad om de naald en haal je hem op. Dus 1, 2, 3 steken. Zorg er altijd voor dat je elke toer op hetzelfde aantal steken uitkomt. Hier is de volgende. Steek dwars door naar achter, draad om de naald en ophalen. Hier is de volgende. Draad om de naald en ophalen. Dus je steekt hem eigenlijk tussen die twee voetjes door naar achter. Zo. En dan ga je door naar het einde. Hier is nummer 9. En om hier een mooi kantje afgewerkt te krijgen, draai je werk iets en dan zie je hier eigenlijk 1 en nummer 2. Daar steek je onderdoor. Dus onder 2 lussen. Sommigen doen hem gewoon door 1 lus heen, maar dan krijg je een enkel randje aan de zijkant. Het is mooier voor de afwerking om een dubbel randje aan de zijkant te hebben. Dus een mooie V-steek. Dus je gaat onder die 2 lussen door hier. Pak je draad op. En nu heb ik weer 10 lussen. Dus 1, 2, 4, 6, 8, 10. We willen hier een rechterkant en hier een rechterkant. Dus we beginnen hier door eerst door 1 lus heen te halen. Dat doe je alle toeren. En dan weer door 2, door 2, door 2, door 2, door 2, door 2 lussen, door 2 lussen, door 2 lussen en door 2 lussen. Dat is toer 2. 1 toer staat voor lussen oppakken en lussen afhalen. Dat is 1 toer. Gaan we weer. Dus die lus die hier is, die telt voor deze steek. Dus die slaan we over. Gaan we naar de volgende. Dan heb je weer een mooi V'tje. Steek je weer je haaknaald van voor naar achter tussen die twee pootjes door en pak je draad op. Hier is de volgende. Door naar achter steken en pak je draad op. Hier is de volgende. Doorsteken en draad oppakken. Hier is het volgende pootje. Doorsteken, draad oppakken. Nou, zo ga je weer door tot je 9 lussen op je naald hebt. 2, 4, 6, 8, 9. Dan zijn we hier aan het einde aangekomen. En dan zie je hier weer een V-vormpje. Daar steek je je naald onderdoor. Dan heb je 2 lussen. Draad om de naald. En ophalen. Nu heb je de steek op de naald. En nu gaan ze weer afhalen. Dus weer draad om de naald. Eerst door 1 lus. Hou die losjes. Maak die niet te strak, die ene lus. Draad om de naald, door 2, draad om de naald, door 2, en door 2, en door 2. En zorg ervoor dat het bekje van je haaknaald naar onder wijst. Want als je die kant op wijst, kom je er niet onderdoor. Je moet ervoor zorgen dat het bekje naar onder wijst. Zo, draad om de naald, naar beneden wijzen en door 2 lussen. En door 2 lussen, en door 2 lussen. En nu zie je al het breimotief komen. Zie je al die mooie V'tjes hier? Dat is de Tunische breisteek. Ik zal het nog een keer laten zien. Die eerste lus telt voor die steek die hier zit. Dus die slaan we over. Gaan we naar de volgende. Hier hebben we het V'tje. Steek je door naar achter. Draad ophalen. Volgende. Draad ophalen. Hier is de volgende. Draad ophalen. En de volgende, draad ophalen. Draad ophalen. Draad ophalen. Nummer 8. En nummer 9. Hier weer het werk draaien. Dan zie je hier weer het V'tje. Daar steken we onder 2 lussen door. En draad ophalen. En nu weer. Eerst door 1 lus. Door. Door 2, door 2, door 2 heen. En ook weer het bekje naar onder laten wijzen. Dus dwars op het werk zet het naald het bekje. Zodat je niet in de steken blijft haken.
tot je weer één lus op de naald hebt. En nu zie je echt de breisteek naar voren komen. Dus weer, die eerste V is de lus op je naald. De volgende steek je weer door naar achter. Zo. En nummer 9. En hier is dat V'tje weer aan de zijkant. Steek je weer onder 2 lussen door. Draad om de naald en doorhalen. Nu heb ik weer 10 lussen. 2, 4, 6, 8, 10. En we willen deze kant recht laten gaan. Dus wat doen we? Doen we eerst door 1 lus heen. En dan door 2 lussen. Door 2 lussen. Door 2 lussen. Door 2. Door 2. Door 2. Door 2. Door 2. En hup. Door 2. Mooi Tunische breisteek. Dus als je een hekel hebt aan breien, maar je vindt de V-steekjes van de breien wel mooi, dan kun je hem dus ook haken. Ik zal zeggen, ga lekker oefenen. En we gaan binnenkort starten met een project met deze steek. Met heel veel meer moois erbij. En ik hoop dat jullie het leuk vinden om dit te proberen. En dan gaan we binnenkort starten met een leuk project voor een kledingstuk met deze steek.